Het is veel te krap. Het lekt olie. Het wordt warm. Is er nog iets goeds te vertellen over deze auto? Jawel, 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 jawel. Enzo Ferrari, die was op de beurs van Genève en die zei, dit is de mooiste auto die hij ooit gezien had. Ja, en we kunnen toch aannemen dat Enzo Ferrari daar verstand van had. Dit is nou een auto, is een van mijn favorieten overigens. Dit is nou een auto, daar klopt alles aan. Die twee uitlaatjes. Ongelooflijk. Nou, is dit ook wel een hele mooie. Dit is een zwart met rood. Dit is natuurlijk, kijk, dat zal ik toch even laten zien. Die combinatie is natuurlijk uniek. Als ik hem had moeten kopen in 1961, had ik ook zwart met rood gekozen, denk ik. Typisch Engels. Als je de achterklep open moet doen, moet je eerst de rechterkant de deur open doen. Want de meeste zijn rechts geleverd. Dus zit dat knopje natuurlijk aan de rechterkant. Achterlijk. Ik zou dat knopje natuurlijk links maken van de linksgestuurde auto. Kijk, die klep die gaat niet. Die gaat dus zo open. Precies andersom als dat je zou verwachten. Mooi, hè? You're a delicate motion in the ocean. And I feel like I'm riding your way. When the water's deep and my spirit's weak, I know I'm gonna be okay. Your sweet. Kijk, je ziet er een beetje krap in. Ach, we maken je druk. Het heeft wel 265 pk aan boord. En dat merk je. 1961 hebben we het over, hè? Meer dan 50 jaar geleden. Wat zeg ik? Bijna 55 jaar. Ongelooflijk. Kijk eens. Een hele dikke motor. Ja, dat zie je allemaal niet meer. Met drie carburateurs erop. Alles kan eraan kapot. Niet belangrijk. Maar je moet er niet zo hard mee rijden. Je kunt er hard mee rijden. Je mist natuurlijk de vijfde versnelling. En je mist een geweldige rembekrachting die het overigens wel op zit, maar niet zo geweldig goed doet. En je mist nogal meer dingen ten opzichte van de moderne auto's. Maar het is allemaal onzin. Zie de auto in zijn tijdsbeeld. Kijk, je kunt hem ook nog een beetje brutaal in de bocht gooien. Dat kan. Een van de mooiste auto's. En dan praat ik met name over de coupé. De cabriolet is ook mooi, maar de coupé slaat alles. Maar kijk nou, nu nemen wij hem vanaf iets een verhoging. En dan zie je de vormgeving van de ruit. En het dak loopt ook zo perfect rond. Het achterkantje bij die bumpertjes. Ja, het klopt gewoon. Dat die auto is ontworpen door Malcolm Sayer, heet die man. En die kwam uit de vliegtuigindustrie. En dat zie je aan die hele auto. Alles is rond en aerodynamisch. Of hij dat nou echt aerodynamisch bedoeld heeft in de jaren 60. Ja, maar dit is natuurlijk... Dat hij zo aerodynamisch zou worden, zou hij waarschijnlijk niet de bedoeling gehad hebben, denk ik. Ik ken bijna niemand die een E-Type niet mooi vindt. Want kijk, alles is rond, alles klopt. Als je die cover headlights ziet, dan bedoel ik dus die kappen over de koplampen. Zelfs daar is over nagedacht. Loopt perfect mee met die motorkap. De latere types hebben het jammer genoeg niet onder druk van die Amerikaanse veiligheidseisen en weet ik allemaal. Ik denk zelfs die boeren in het land vinden het mooi. Kan niet anders. E-Type is mooi. En wel de 3,8, die heeft de mooiste motor. En dan hoor ik wel eens mensen klagen, ja, je kunt er niet in zitten. Ik wil het er helemaal niet over hebben, het ergert me alleen maar. Uitlaat, kijk nou eens in die uitlaat. Als je zegt, waar hebben we nou over een uitlaat van noten? Waar heeft hij nou een godsnaam over? Ja, die uitlaat, kijk nou eens. Met dat laatste knikje erachter en zo. Pft. Kijk. Het leuke is dat hij ook nog een beetje ondeugend is. Dat is leuk. Het is geen saaie auto waar je, als je het gaspedaal intrapt, dat je de pk's eruit moet wringen.
geeft gas en er gebeurt wat. Tom Coronel zou natuurlijk zeggen, het is veel te langzaam. Dat begrijp ik. Een mooie E-Type in deze stad kost over de 100.000 euro. En dat vind ik terecht. En waarom moet die dure Ferraris en Maseratis allemaal zo kostbaar zijn? Zelfs die Porsches zijn er kostbaarder vaak. Terwijl zo'n E-Type het ultieme model is. Klopt niet, verhoudingen kloppen niet. Dus ik ben wel blij dat die wat duurder wordt.